Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in deze video ga ik je laten zien hoe je een brievendoosje kan vouwen. En ik noem het even een brievendoosje, omdat als je hem open doet, heb je toch een doosje. Maar als je hem dicht doet, is die zo plat als een brief. En je kan er een brief in doen. Bijvoorbeeld, kusjes van Arthur. Dat zou kunnen, maar je kan er natuurlijk ook een leuke eigen wens groet in doen. Of een verjaardagswens, of iets anders leuks. Of een geld, hè? Vaak willen mensen geld voor een verjaardag. Doe je dat in zo'n brievendoosje. Je doet hem open, hè? De jarige doet hem open en die denkt, zo, dat is leuk. 5 euro, of 10, of weet ik veel hoeveel je wil geven. Je kan hem recht maken. Je kan hem zo maken met een driehoekachtige vorm. En je kan hem ook maken in de vorm van een hartje. Het is maar net wat jij wil. Ik ga ze alle drie even laten zien in deze video. Wat je nodig hebt is een vierkant vouwblaadje. Je kan deze bijvoorbeeld bij de Action halen of kopen of bij de Hema of bij een andere hobbywinkel. Dit is voor mij voor, dit is achter, hier is links en daar is rechts. Ik ga eerst voorvouwen. Om dit doosje te maken moet je heel veel voorvouwen. Nou, dan begin ik met de rechte kanten. Die vouw ik hier precies op de hoeken weer. En heel duidelijk dat er een goede vouw in zit. Ik draai mijn kwartslag om. En ook daar maak ik een goede vouw in. En dan krijg je 4 kleinere vierkanten. Ik draai hem om. En dan zorg ik dat die diagonaal voor me ligt. En de twee punten gaan naar elkaar toe. En ik maak opnieuw een vouw. Zodat ik dit driehoek krijg. Vouw weer open. Draai mijn kwartslag. En opnieuw zorg ik weer voor een vouw. En ik vouw hem weer open. Nou, dit is een beetje een basisvorm van de origami van het vouwen. De kraanvogel doe ik op dezelfde manier. Maar nu gaan we het anders doen. Ik ga deze punt, die ik hieronder nu zie, naar het midden vouwen. Dus die gaat deze kant op. En dit is ook alleen nog maar voorvouwen wat we doen. Dat doe ik ook bij de tweede. Ook bij de derde. En ook bij de vierde. Zo. De voorvouwen zitten erin. En omdat het voorvouwen zijn, doe ik hem weer open. En laat ik hem zo met deze punt voor me leggen. Wat handig is om nu al te weten, is dat als je een vouwblaadje hebt met twee verschillende kleuren of vormen aan twee verschillende kanten, dan, zoals bij dit doosje, zie je de bovenkant van het doosje en de andere kant. Dat is hetzelfde als deze en deze kleur, zie je. Dan moet je, als je deze kant boven wil hebben, die ook hier bovenaan houden. Dus zoals we hem nu hebben, zoals die nu ligt, is dit gedeelte ook strakjes dit gedeelte. Als je dat verkeerd omdoet, dan is het zo vervelend als die precies verkeerd is. Maar in dit geval is het een neutraal blaadje, dus maakt het niet uit. Ik vouw nu deze punt naar dit gedeelte, naar deze lijn. Dus niet helemaal naar het midden, maar naar dit punt. In dit vierkantje, het midden zeg maar, in het kleine vierkant. Daar gaat hij. En ik maak een vouw. Dan ga ik deze, die vouw die er al zit, ga ik hem ook omvouwen. Zodat ik deze vorm krijg. En dan gaan we nog verder, ook weer zo vouwen tot de helft. Totdat hij zo helemaal precies hier in het midden aangevouwen zit. Ik draai hem om. En dan ga ik hetzelfde weer doen aan de andere kant. Dus ik vouw deze punt
naar het kleine vierkantje hier in het midden. Zo. Dan gebruik ik weer de vouw die er al zit, die we net al hebben gevouwen. En vervolgens maak ik een nieuwe vouw weer tot aan het midden. En ik zorg dat het precies aansluit. Soms voelt het ook dat je denkt, oh, hij sluit net niet helemaal aan. En dan frommel je hem gewoon even goed, zodat dit precies tegen elkaar aankomt hier in het midden. Ik draai hem nu een kwartslag om, zodat ik hem op deze manier kan bekijken. En ik ga nu ik vind het zelf een lastige vouw, maar misschien vind jij hem wel heel makkelijk. Ik zorg ervoor dat dit gedeelte strakjes aan deze lijn komt te zitten. En dat doe ik door hier mijn vinger een beetje in te doen. En dan een beetje zo te vouwen. En dan op de lijn hier te leggen en dit stukje hier stevig aanvouwen. De andere kant doe ik hetzelfde. Dus ik vouw een beetje zo. En dan zorg ik dat deze lijn hier op dit gedeelte komt. Zo. En dan vouw ik alleen dat stukje vast goed naar binnen. Je hebt nu al een soort vorm van een doosje. En nu kan deze punt, ga ik voorzichtig deze kant op vouwen. Je moet zorgen dat deze flap en deze flap goed zitten. Ook echt eruit steken, niet naar binnen. En dan, als die helemaal goed zit, kan je de rest gewoon doorvouwen. Ik draai hem weer om. Deze gaat naar hier toe, naar het midden. Zo. De andere kant doe ik hetzelfde. Ook naar het midden. En dan draai ik hem weer zo. En deze punt vouw ik ook naar het midden van dit vierkant inmiddels. Zo. En dan heb ik dit vierkant. Daar gaan we verder mee. Dit stukje vouw ik hier zo precies door de helft, zodat er een rechthoekje ontstaat. En hier heb ik al een deel van het brievendoosje. Als ik deze zo openvouw, kijk, dan zie je dus al wat hij gaat doen. De andere kant ga ik hetzelfde nu doen. Dus dit gedeelte ga ik hier naartoe vouwen. Zo. Hij wil er al een beetje naartoe. Je merkt het al. Omdat we zo goed hebben voorgevouwen, gaat dat wat makkelijker, vind ik. De andere kant doen we hetzelfde. Zo. En ik vouw dit gedeelte weer helemaal. Zorg ook weer dat die flappen hier uitsteken. De andere kant op. Deze gaat weer naar het midden. Deze gaat ook naar het midden, zodat ze tegen elkaar aan zitten. En deze punt gaat ook naar het midden. Als laatste gaan we dan dit vierkant nog zo de bovenste pakken hier en die helemaal halveren. Zodat er weer een rechthoek ontstaat hier. En nu is je brievendoosje klaar met neutrale rechthoekige vorm. Je kan er nu iets in doen en je kan hem geven aan wie je dat wil. Wat ik zelf leuk vind, is om hem ietsje aan te passen. Bijvoorbeeld deze naar binnen te vouwen. Deze ook naar binnen te vouwen. En het bovenste, dit stukje, vouw ik dan een heel klein beetje om zo. En om het mooi af te ronden, zou je hem ook nog dan een beetje naar binnen kunnen vouwen, zodat hij er helemaal in zit. En dan zo. En dan vouw je hem weer terug. En dan krijg je dus echt een soort handvat. De andere kant kan je dan weer hetzelfde doen. Ook driehoekje naar het midden, driehoekje naar het midden. En weer een klein stukje hier zo vouwen.
En dan zal ik nog een keer laten zien hoe ik dan dit flapje eruit naar binnen vouw. Dan vouw ik hem eerst weer even open. En op de vouwen die ik net heb gevouwen, doe ik hem dan zo een heel klein beetje naar binnen. Ik vouw hem terug, precies weer op die vouwtjes. Hopla. En dan heb ik een doosje met net iets andere handvatten waarmee je hem kan open doen en weer dicht doen. Als laatste kan ik je dan nog laten zien hoe je er een hartje van kan maken, als je dat zou willen. Ik vouw daarvoor even een nieuw doosje en ik ben zo bij je terug. En daar ben ik weer. Ik heb nu het doosje gevouwen met twee verschillende patronen. Eén is effen en één heeft een patroon met gele bolletjes. En dat is dus nu de bovenkant zoals ik net uit heb gelegd. En de binnenkant heeft dan ook die gele bolletjes. En nu ga ik je laten zien hoe je van dit doosje een hartje kan maken aan de bovenkant. Zodat je een hartjesbrievendoosje hebt. Eén kant vouw ik weer open. En maak ik aan de ene kant een driehoek. Dus dat de punt naar het midden gaat. En aan de andere kant vouw ik hem een klein beetje. Dus niet helemaal naar het midden, maar gewoon een klein puntje hier. Want dat wordt de bovenkant van het hartje. Vouw ik hem zo. Maar net als toen straks ga ik dit vouwtje, weer een beetje naar binnen frommelen. Want dat vind ik mooier, want dan blijft hij beter zitten. Dus ik vouw hem weer daarvoor eerst even open zo. En dan op die vouwen die ik net heb gevouwen, vouw ik hem weer dicht. En deze vouw ik dan weer terug. Dan heb ik al het begin van het hartje. De andere kant, deze kant, ga ik dus deze flap ook weer helemaal naar binnen vouwen. En deze kant een heel klein stukje. Zoiets. Eigenlijk kan je hem nu al afmeten op die andere of het dan ook klopt. Het is natuurlijk het mooiste als dat hetzelfde is. Om hem weer naar binnen te doen, vouw ik hem weer een klein beetje open. En duw ik hem dan aan deze kant naar binnen toe. En dan precies weer op de vouwen. Zoals je ziet, dat lukt niet ook, maar ook niet altijd in één keer. Ja, nu zit hij. En dan vouw ik hem weer open. Het hartje is nu bijna klaar. Maar om er echt een hartje van te maken, is het natuurlijk mooi als die hier ook een klein beetje naar binnen vouwt. Om dat te doen, kan je dit stukje pakken en even een voorvouw maken zo. Ook weer een klein stukje. Als je deze te groot maakt, gaat het doosje niet meer goed open. En aan de andere kant ook, even voorvouwen. Een klein stukje. En zo. En dan gaan we net als bij deze hoeken, gaan we ook deze hoekjes naar binnen frommelen. En dat doe je door hem helemaal open te vouwen. En dan die voorgevouwen hoeken hier, een beetje zo weer naar binnen te frommelen. Hopla. En ook de andere kant doe ik dan hetzelfde. Gewoon een klein beetje zo naar binnen. Ziet er net even, vind ik dan, in elk geval mooier uit. En tada, daar is je hartjesbrievendoosje. Hier kan je een leuk briefje in doen. Bijvoorbeeld kusjes van Arthur. Nou, die gaan we erin doen. Is mevrouw ook weer blij? Hoop ik. Ik weet niet of ze er blij van wordt van al dat vrouwen van mij. Maar dat geeft niet. Ik doe lekker wat ik leuk vind. Dat doen wij in ons gezin. Even kijken. Nou, je hebt hier dus verschillende hartjes vormen. Je kan hem dus zo vouwen, dat heb ik je laten zien. Je kan hem zo maken. Zorg er dus voor dat zodra je gaat vouwen, dat deze kant dan boven ligt. En dan heb ik zo'n beetje wel verteld wat ik wilde vertellen. En hoop ik dat jij nu zelf zo'n leuk brievendoosje kan maken. Mocht je nog vragen hebben, of mocht je opmerkingen hebben, of tips voor me, mail me dan op mail@meesterarthur.nl. Vond je dit een leuk filmpje? Geef dan een like. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei.